Landen is momenteel een vredig stadje in een zacht golvend landschap. Na Tongeren en Doornik is Landen een der oudste steden van België en tevens de oudste stad van de provincie Vlaams-Brabant, waarvan ze sedert 1 januari 1995 deel uitmaakt. Landen ligt op de taalgrens, naast de provincies Luik, Limburg en Waals-Brabant, en is vlot te bereiken met de auto via de autosnelweg E40 Brussel-Luik, uitrit 28, en met de trein via verschillende Belgische stations. Vooral door de bouw van het station kende onze stad in die periode een grote bloei. Dit station werd in 1965 afgebroken en het nieuwe station werd in april 1967 ingehuldigd. De watertoren, gebouwd in 1937, is voor de talrijke reizigers en bezoekers het herkenningsteken van onze Pepijnsteden. In 1840 werd de Stationsstraat aangelegd en men bouwde onder andere een suikerfabriek en er kwamen winkels en scholen. Rond 1850 kwam er een rijkswachtkazerne en een militair depot. De rijkswachtkazerne werd in 1985 afgebroken en heropgebouwd in 1988. Het militair depot groeide uit tot een zeer belangrijke medische mobilisatiekern. De Stationsstraat is heden uitgegroeid tot een zeer bloeiende handelsstraat. Iedere donderdag voormiddag wordt hier de wekelijkse markt gehouden. Tussen twee gedenkplaten in, met de namen van de gesneuvelden voor het vaderland, herinnert een gedenksteen aan de Landense dichteres Julia Tulkens, ereburger van de stad. Van op de pui van het stadhuis staart een houten beeld van Pepijn van Landen de voorbijgaande stadsgenoten aan. Pepijn van Landen, hofmeijer van de Merovingische koningen, is wellicht in 580 in Landen geboren en is er in 640 gestorven. Dit Gieterdal, dat de oorspronkelijke kern van het huidige Landen uitmaakt, behoorde tot het prinsbisdom Luik en omvat een Merovingisch kerkhof met het stedelijk archeologisch museum dat de koorfundamenten uit de 8e eeuw herbergt van een primaire kerk. De oude kerk, toegewijd aan Sint Gertrudis, jongste dochter van Pepijn van Landen, viel in 1756 in puin. In de onmiddellijke omgeving treffen we twee feodale motheuvels aan, namelijk de tombe van Pepijn en de Heinsberg. Het Gieterdal werd als landschap beschermd in 1978. De kerkruïne en beide motheuvels werden als monument beschermd in 1981. Hendrik I, hertog van Brabant, roept in 1211 een versterkte stad in het leven met de daaraan verbonden stadsrechten. Het heden en verleden van Landen vinden we verzameld in het provinciaal trefcentrum Rufferdingen, genoemd naar de Frankische vrijheer Ruffer. Het ganse domein, 2,5 hectare groot, met molen en villa van juffrouw van de Weijer, werd in 1973 door de provincie Brabant aangekocht. Op 6 september 1985 werd het domein ingehuldigd en opengesteld als provinciaal trefcentrum. Men kan er elkaar ontmoeten in een gezellige taverne, een bezoek brengen aan de prachtige molen, alsook aan het heemkundig museum met landbouwalaam, ingericht door de geschied- en heemkundige kring van Landen. Een groot deel van het tentoongestelde materiaal werd geschonken door ereschepen van Ermen. De molen en omgeving werden beschermd monument in 1996. De Villa van de Weijer, opgericht in neo-stijl, werd in 2000 gerestaureerd.
Men beschikte nu over heel wat ruimte, waardoor dit centrum sociaal-culturele activiteiten kan ontplooien. Op Sint-Janszondag, de laatste zondag van juni en dus Sint-Gieterkermis, wordt in het Stedelijk Archeologisch Museum een open deur gehouden. Traditiegetrouw bieden de geschied- en heemkundige kring en de broederschap Sint-Gertrudis een landens streekproduct aan, namelijk de Geerteminne, een witte of rode likeur waarmee ze een middeleeuws gebruik in ere willen houden. Het is een heildronk ter ere van Sint-Gertrudis, patrones van de stad, van de parochie en van de reizigers. Naast de Geerteminne beschikt Landen nog over enkele andere streekproducten, zoals de oude Landense graanjenever en het onlangs ontwikkeld Dretske. Ook terecht voor toeristische documentatie betreffende auto-, wandel- en fietsroutes, huifkarretochten en hoeventoerisme. Fietsen kunnen gehuurd worden, maar dit enkel in Rufferdingen.